Ze stond erg hoog en verrassend hoog. En dit is dan de sprong die het al of niet resultaat moet opleveren. 2,5 contra. Prachtig gesprek. Het publiek, 15.000, reageerde werkelijk massaal en enthousiast. De jury die gaf ook Daphne de waardering die voor deze sprong moest worden gegeven. Kijk eens aan, 2 achter de wij, 7,5. En dat gaf een totaal van 64,68. En op dat moment stond Daphne Jongerlands zelfs op de derde plaats. Een score die nog nimmer door een Nederlandse schoonspringster in een voorronde ook van een Olympisch toernooi werd gehaald. De belangrijkste concurrenten voor een strijd om de derde, vierde, vijfde plaats is Sylvie Bernier van Canada. Zij gaat een 2,5 salto binnenwaarts gehurkt maken. Moeilijkheidsfactor 2,7. Dus achterwaarts springen en voorwaarts draaien. Die is ook zeer goed uitgevoerd. Ook daar de waardering goed van. De jurering is overwegend, hebben wij de indruk, erg goed geweest. Achteraf zou je kunnen zeggen dat dit meisje met name misschien wel wat hogere waarderingen had kunnen krijgen. Belangrijkste kandidaat voor goud is Kelly McCormick. Zij is de dochter van Pat McCormick die in 1952 en 1956 Olympisch goud verdiende, zowel op de 3 meter plank als op het torenspringen. Ze maakt nu dit is nog de herhaling van Sylvie Bernier en dan gaat Kelly McCormick dezelfde sprong maken die Daphne Jongejans heeft gemaakt. Dus de 2,5 contrasalto gehurkt. Misschien mijn chauvinisme, maar ik vond de sprong van Daphne Jongejans ietsje beter. De jury die heeft precies dezelfde waardering gegeven aan Kelly McCormick. En dat is voor de moeilijkste sprong uit het programma van McCormick en Jongejans een gelijke score. Dat geeft aan welk een hoog niveau Daphne Jongejans hier in dit toernooi bereikt heeft. Hoog afgezet en dan met name het heel strak in het water komen van Daphne Jongejans. En dan hier echt met onderwatertechniek de zaak nog moeten redden. Maar de jury heeft misschien ook wat de naam betreft goede herinneringen en waardeert hoog. Li Jihanou, de op dit moment eerste in het klassement. Zij staat met 517 punten, 72 vooraan. En op de tweede plaats op dit moment Pat McCormick. Op de derde plaats Sylvie Bernier. En met maar 1 punt achter Bernier, Daphne Jongejans. Die dus morgen in de finale komt als vierde. Dan wordt de volgorde van het springen zo dat Daphne als vierde van het eind af gaat springen. En wij zeker een tweestrijd krijgen tussen Lee en McCormick. En ook een tweestrijd tussen Bernier en Jongejans. Binnenwaarts 2,5. 2,7 is de moeilijkheidsfactor. En morgen zien we veel meer van het schoonspringen. Terwijl we hier even kijken naar de stand. Waar zo heel trots op die vierde plaats Daphne Jongejans voor komt. Punt 25. En nu tiende. Ja, hij is toch niet zo briljant als gisteren. De scherpte, het zich moeten plaatsen, want dat was toch het eerste doel hier. Ze had een opdracht om in die finale te komen. Nou, dat heeft ze gedaan door op een fantastische manier zich inderdaad in die finale te springen. Maar daarmee is er toch wel wat kruid verschoten. Ze heeft hier 48,75 en gisteren 56,25. Het is geen misser, maar zoals die gisteren zat, was het ook fantastisch. 2,5 achterwaarts gehurkt. Gisteren was dat niet haar allersterkste sprong, maar met die hoge moeilijkheidsfactor een ontzettende belangrijke. 55,44. Bij een perfecte uitvoering moet je de 60 kunnen komen. En hij mislukt, hij mislukt, hij mislukt. Dat is beslist een
enorme domper. Dat moet een enorme teleurstelling zijn. 32,76. Dat is zo verschrikkelijk veel minder dan gisteren. 23 punten. En daarmee weten we zeker dat Daphne naar een 11e plaats zal afzakken. Kijk eens even. Ze gaat anderhalf achterwaarts maken met een anderhalve schroef. Gisteren scoorde ze hier op 52,56. Frans, vertel. Nou, ik hoop inderdaad dat ze hier een beetje strak weggaat ook. Maar het belangrijkste is de landing. Als ze hem onder goed vast wegzet, dan scoort hij goed. Dat is het enige waar ze hier naar kijken op het ogenblik. Ik denk dat die goed is. De landing is in ieder geval goed. Ja, alleen iets te kort, maar in ieder geval mooi strak. En ze corrigeerde toch met die onderwatertechniek wat. Ja. Ze had gisteren voor deze sprong 52,56. Weer ietsje minder dan gisteren. Ja, ja. Wat bij Soefert gebeurt, dat je opgewaardeerd wordt als je lekker gaat. Zit je eenmaal in de knoei, dan is het verschrikkelijk moeilijk om de hoge scores te krijgen. Ja, 50,40. Daarmee staat ze op dit moment met 437,40 op een 10e plaats. Li Yua die staat al voorder. McCormick staat al voorder. En Bernier staat al voorder. Dat betekent dat ze uiteindelijk 10e blijft. Ja, 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 ja. En we kunnen toch eigenlijk wel, terwijl we even naar de toch wel, zijn wel zeker Olympische kampioenen gaan kijken. Wat een belangrijk moment voor Bernier. Anderhalf voorwaarts, tweemaal stroef, daar komt ze. Nou, ik vond het perfect hoor. Ja, hele goede sprong. En die 70,47 van Soefert voor die anderhalf komt eraan met 2,5 schroef. Dat was met een moeilijkheidsfactor van 2,9. Ja, het is daar. Kijk, is Bernier nu met deze score voorbij Soefert gekomen. 13 punten meer, 530,70. Ja, het is vrijwel zeker dat ook McCormick er niet meer aan kan komen. McCormick die zou 70 punten moeten scoren. Daar is die sprong van Bernier. 1, een Olympisch kampioen, Sylvia Bernier. 2, Kelly McCormick. 3, Chris Soefert. Hij scoorde verschrikkelijk hoog gisteren al in de voorrondes. Hij kwam met 688,05 eruit. En het is werkelijk een perfecte sprong. Nee. Nee? Oh, opgezet. Maar landing, hij fluitte niet te vroeg, had hem iets dieper door moeten hoeken. Maar het is allemaal zo strak, dus het ziet er erg goed uit. Gaan we toch eens kijken hoe de jury het beoordeelt. Ja, dat we kennen hem natuurlijk. Je ziet dus duidelijk tekort en hij hoekt hem af. Craig McKenzie. Zweefsprong achterover gehoekt. Moeilijkheidsfactor 1,8. Netjes gesprongen, iets te kort in zijn landing, onder. Maar ja, heel zuiver uitgevoerd. Het is toch verschrikkelijk moeilijk te beoordelen, denk ik, in de top. Ja. Voor die kleine nuances, om dat is het ook goed te zien. Kijk, een 10. Twee tienen wel iets. Ah, het staat leuk om een 10 te geven, maar... En ik gun het hem ook van harte. Nou, daar is hij weer, Craig Lucas. Met zijn contrastweefsprong. Gehoekt. Hij komt verschrikkelijk hoog van het platform af. Ja, fantastische opzet, werkelijk. Geweldig. Ondanks toch weer een beetje er doorheen. Hij slaapt wat over. Kijk, die 10 is dus echt niet terecht. We kunnen natuurlijk de slow motion ook duidelijk zien, denk ik. Ja, hij slaapt duidelijk door. Craig Lucas.
anderhalf salto binnenwaarts gehoekt. Ja, mooie sprong hoor, van Spectre Dennis. Kong Cheng Li sprong dezelfde sprong in de vorige serie. En die had toen 54 punten. Wat staat er nu? 55-80. 1, 2, 3, 4, 9,5. Ja. Dan de gouden medaillewinnaar. Dat kunnen we nu eigenlijk al stellen, tenzij die helemaal plat naar beneden gaat. Maar... Hij heeft maar 30 puntjes nodig en is hij er al. Dit is die, ook weer die hele moeilijke sprong. Ach, geweldig. Ja. De moeilijkste sprong van het toernooi. Ja, men weet het ook te waarderen hier, hè? Die, ja, Amerikaanse publiek. En dan kijk je, ja, terecht. Kijk, veel naar sprongspringen. Ze zijn natuurlijk erg chauvinistisch, maar ze weten waardering op te brengen. Toch ook als die Chinezen hele moeilijke sprongen voet maken. Ja, 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 ja. Kijk nogmaals naar de herhaling. Werkelijk een hele mooie sprong. Het is toch een hele andere stijl als dat de Chinezen laten zien. En dan te bedenken dat hij precies weet waar hij zit na 3,5 seconden van salto.